Goedemiddag aan iedereen, een hele goede zaterdagavond en hartelijk welkom hier in het Thermomelenstadion. We krijgen vandaag de vijfde speeldag in de eerste nationale wedstrijd tussen Koninklijke Voetbalclub Desselsport en Patro IJsden. Wij gaan hier vandaag ook onze jeugdploegen voorstellen en daarom dat we een beetje vroeger eraan beginnen. Zo dadelijk gaan al onze jeugdploegen met hun begeleiders zich tonen hier bij ons op het A-terrein. En aangezien we nog altijd geen ploegopstelling hebben, kunnen we die ook aan u niet bekendmaken. Maar we gaan nu kijken naar al onze jeugdploegen. En daar zijn ze, onze jeugdploegen die vandaag komen laten zien met hoeveel dat ze zijn. We kunnen nu ongeveer 500 jeugdspelers voorstellen en een vijftigtal begeleiders. We hebben onze U6 en ze worden getraind door Bruno Blijs, Jeff Mertens en Hans Hammers. Een applausje, onze U6, gewestelijk getraind door Bruno Blijs, Jeff Mertens en Hans Hammers. En we hebben natuurlijk ook onze U7 en zij worden getraind door Jasper Staes en Toon Damen. En zij worden getraind door Jarne van Bijlen. En onze U6 die zijn te ver gelopen. Omdraaien mannen, omdraaien. We hebben ook nog onze U8 provinciaal. Ze worden getraind door Ruben Dame, Christophe Rijs en Eline van Kampvoort. Onze U9 provinciaal. De trainers zijn daar Christophe Ooms, Abdoulaye Ba en Stef Jordens. We hebben ook onze U10 interprovinciaal met als trainers Gert Cox, Maarten Ballaar en Carol Fizet. Verwelkom ze allemaal onze U11 interprovinciaal getraind door Wouter Bongaert, Tom Loos, Vetti Barca en Maarten van Lieshout. In de provinciaal zijn er ook bij getraind door Davy Vaas en Bart Keersmakers. De U13 in de provinciaal en hun trainers zijn Jurgen Bertels en Gunther van Kranenbroek. De U14 in de provinciaal worden getraind door Chris van der Weijer en Juri Vaas. Thank you.
De U15 in de provinciaal wordt gedraaid door Tony Pauwels en Hans van Heusden. We hebben ook nog U15 gewestelijk en zij worden gedraaid door Gerard Bergmans en Jelle Peters. De U16 in de provinciaal worden gedraaid door Philip Pietvoort en Dieter Konraerts. Ja, we zijn er nog niet. We hebben ook nog de U17 in de provinciaal. Die wordt getraind door John Wallis en Emre Hangisi. Onze U17 gewestelijk worden getraind door Mario Willems. De U21 worden getraind door Vincent van Dijk. En dan zitten we al bij de grote mannen, de U19 in de provinciaal. En hun trainers zijn Jimmy Phillips en Gert Daans. De winnaar van onze belofte is Wouter Smets. En onze gewestelijke reserve wordt getraind door Karim van Staaij. En uiteindelijk hebben we tegenwoordig ook nog eens een Dessel B-ploeg. En onze trainer daarvan is Koen Peters. En er komt nog een paar individuele trainers voor de techniektraining. Danilo Moreira de Souza. Een koggietrainer, Jeremy de Strooper. En dan hebben we ook nog onze keepertrainers, want die zijn met een heleboel. Roel van Hoog, Wim van der Beeke, Frederik de Wilde, Iben Joris, Gerne Arazole Diamante en Gunter Marien. Dat was een hele rij, dat zijn al onze jeugdspelers en al onze begeleiders. Geef ze een applaus! Van onze club staat hier op het terrein.
Uiteindelijk hebben we dat toch papieren doorgekregen. En ja, we zijn te laat. We gaan de spelers laten oplopen. We gaan ze verwelkomen, de ploegen die het hier vanavond tegen elkaar gaan opnemen. En onze scheidsrechter van vanavond, dat is de heer Duncan van der Velde, bijgestaan door de heren Jeffrey Martens en Huigebaard Joachim. Hartelijk welkom, heren, hier in het Armoneele Stadion. 8 Dimitri van Haan, 9 Oleg Sheprasov, 11 Thierry Osiberko, 14 Lennart Versmissen, 21 Alessandro Sergione, 27 Stan Kolen, 44 Christian Hagen, 61 Ilkan Cabus en 96 Axel Zwerten. Wisselspelers voor Dessel met het nummer 99 Victor Kamps, 5 Tom Giza, 10 Skender Loschi, 17 Lode Peters, 18 Sebbe Geukes, 24 Hannes Smolders en 25 Robbe Goor. Trainer van Dessel Sport is de heer Benny Lunenburg. Sportliefhebbers, natuurlijk ook een hartelijk welkom aan spelers, bestuur en supporters van Patronijzen hier in het Armoneele Stadion. We hopen natuurlijk met de jullie samen hier vanavond een sportieve wedstrijd te mogen beleven. Laat de beste winnen en laat vooral voetbal een feest zijn. Tegen Royal Excelsior Vierton. Thank you.
hebben naam niet gekregen. Om kwart na zeven hebben we naam pas gekregen. Ja, ja, wij ook niet. Dat ik als trainer, sorry. Thank you.
En na 15 minuten komt de stand op 0-1. Doelpunt voor Pater van Esde, gescoord door de nummer 9, Roman Verbeek. Gescoord door nummer 14, Jordan Rensson. Thank you.
Thank you.
Thank you.
now in the Yaco Team Center. We equip clubs with a great love to detail. Team lines and jerseys in numerous colors, all styles and various sizes, always with the best function. 95% of our collection is immediately available. Over 6 million articles are always in stock. In modern mobile rack systems, on 15,000 pallet racks, in 500,000 cartons. We are close to our customers. Every partner receives individual and personal support. Direct communication, short distances, flexible solutions. More than 4,000 trade partners in over 50 countries can rely on that. We are team. Goedemiddag, met Tatelaars. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Tuitelaars natuursteen, voor als het perfect moet zijn.
En sportliefhebbers, wij zijn klaar voor de tweede gedeelte van deze wedstrijd tussen Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport en Batro IJsden. Tijdens de rust is er gewisseld bij Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport. Zijn de drie spelers in de kleedkamer gebleven met het nummer 7 Nizar Mnikawi, 9 Oleg Cheprasov en 61 Imkan Kabus. En in hun plaats hebben we met het nummer 5 Tom Gieslijn, nummer 10 Skender Noshi en 18 Seppe Geukens. Thank you.
Even een mededeling aan de supporters. Het is verboden om pyrotechnisch materiaal te gebruiken binnen het stadion. Thank you.
En een wissel bij Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport met het nummer 11 Thierry Osse-Berko wordt gewisseld voor het nummer 25 Robbe Goort. Thank you.
67 minuten gespeeld. Sam komt op 0-4. Doelpunt voor Pedro IJsden. Gescoord door de nummer 9, Roman Ferber. Thank you.
Bij Koninklijke Voetbalclub Desland Sport met het nummer 8. Dimitri van Haan wordt gewisseld voor het nummer 17, Loder Peters. En de wissel bij Wouter Eijsden met het nummer 9 per leven wordt gewisseld voor het nummer 44 Mills. Hey!
En nog een wissel bij het aantal eerste. Met het nummer 10, Bunu, wordt gewisseld voor het nummer 16, Balken. Thank you.
gewisseld bij Pedro Eijzer met het nummer 19. Sam wordt gewisseld voor het nummer 27, Kuipers. Want nu hebben ze even meegegeven dat er vrijdagavond de 23e ook hier nog voetbal is in het Derma Meerder Stadion. Want dan krijgen we de volgende ronde in de beker van België of de Kronkie Cup. Vrijdagavond om 8 uur hier in het Derma Meerder Stadion. Dessel Sport tegen Royal Excelsior Vierton.